Het Verzetsmuseum in Gouda bestaat al ruim 30 jaar. Daarbij wordt het gesteund door de gemeente, maar ook door de provincie Zuid-Holland. De provincie stopte na 2013 alleen met het geven van subsidie en daardoor verloor het museum ruim driekwart van de inkomsten. Een harde klap dus, en wat heeft het Verzetsmuseum daarna moeten doen om het hoofd boven water te houden? Gelukkig rond die tijd zijn we in contact gekomen met een, hoe zal ik dat zeggen, een gefortuneerde particulier die via een stichting goede doelen ondersteunt. Nou, hij vond het werk wat het Verzetsmuseum deed en doet, vond hij prachtig. Dus hij heeft ons vanaf 2014 tot en met dit jaar ondersteunt hij ons met een substantieel bedrag. Hij heeft ons de gelegenheid gegeven om op eigen benen te gaan staan. Daar zijn we druk mee bezig. We hebben wel moeten saneren. We hadden vaste medewerkers op onze educatieve afdeling. Die hebben we helaas moeten ontslaan. We zijn nu nagenoeg geheel een vrijwilligersorganisatie met twee betaalde krachten. Dat is ondergetekende, die in deeltijd een directeur is hier. En we hebben nog iemand in dienst die speciaal zich bezighoudt met fondsenwerving en ook meer in algemene zin projecten en die eigenlijk ook mijn rechterhand is. Dus twee betaalde krachten, zij het in deeltijd. En verder zijn we een vrijwilligersorganisatie met, dat is wisselend, tussen de 50 en 55 vrijwilligers. Maar nog even terug te komen op je vraag, nog wat concreter. Nogmaals, we hebben die werving van die tientjesleden hebben we op de rails gezet. En daarnaast in samenwerking met bedrijfsleven gaan wij workshops in de markt zetten. Workshops die gericht zijn op verantwoord maatschappelijk ondernemen. Dat is iets wat hot is in deze tijd. En de clou daarvan is, en dat past ook in de missie die wij hebben, dat je op een vreedzame manier met elkaar omgaat. Verbindend communiceren, zo heet die workshop. Maar daarnaast is het museum ook bezig met het vinden van een nieuw onderkomen. En vooruitkijken naar de toekomst, daar anticiperen we uiteraard ook op, is het idee nu dat wij het pand aan de Turfmarkt, wat weliswaar charmant eruit ziet en waarbij we, zoals je ziet, een hele mooie museumtuin hebben, maar dat wel de nodige bouwkundige gebreken heeft. Dus daar willen we afstand van doen. Dat is eigendom van ons, van de stichting. Het geld dat wij daarmee vrijmaken, willen wij stoppen in een project, de chocoladefabriek. De chocoladefabriek in Gouda, multifunctioneel gebouw van de gemeente, waar nu de Stadsbibliotheek in zit, Streekarchief Midden-Holland, drukkerswerkplaats en een horecaafdeling Kruim. Wij willen als Verzetsmuseum daar naartoe, samen met nog een Goudse instelling, het Filmhuis. Als dat allemaal doorgaat, dan zijn we in elk geval de komende 10 jaar is het voortbestaan van het Verzetsmuseum geborgd. Want dat is de insteek van het project, dat je voor 10 jaar verder kunt.